Ik ga uitkijken naar de vrijdagen, want dat is de dag geworden waarop ik Hamza, de garageman, op Zuid ga ontmoeten om de week door te nemen. We ontmoetten elkaar enige weken geleden toen de kippen op het industrieterrein aan de voet van de Kuip weggehaald werden. Tot groot verdriet van Hamza, maar gelukkig is daar Sascha en gelukkig is daar zijn vader. Hallo Hamza. Hallo mevrouw. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Je vindt het leuk nog? Ja, ik vind het wel nog leuk hoor. Ja. Elke week op tv komen. Je vader is bij je? Ja, klopt. Hij is net terug van vakantie. Dus hij hoort weer bij het team. Hamza is mijn zoon. Ja, die goed. Ja, goed werken, goed zorgen. Hier altijd werken. Antje, goed zo. Zo, lekker hè? Zo, iedereen in positie. De week met Hamza. De winkels gaan een uur eerder dicht vanavond, zegt burgemeester Abu Talib, om de drukte te reguleren. Wat vind je daarvan? Helpt dat? Ja, dat gaat niet helpen, een uurtje. Wat het helpt is gewoon dat mensen bewust zijn, mondkapje dragen en zelf 1,5 meter afstand houden. Ja, dan is er niet van die regels meer nodig, denk ik. Je moet gewoon op jezelf passen, zelf afstand houden. En dan komt het wel goed. Vraag 2. Horeca die uit zichzelf op 17 januari open gaat, wat vind je daarvan? Ik geef ze een groot gelijk, ja. Want mensen worden ook depressief. Ze kunnen niet naar café, niet naar restaurant. Ze kunnen niet meer leuk wat drinken. Dus ja, het moet er een einde aan komen. Drink je zelf graag een biertje? Ja, af en toe. Af en toe met maat is het wel gezond. Vraag 3. Dick Advocaat heeft gezegd dat hij stopt als trainer bij Feyenoord. Wie moet zijn opvolger worden? Ik zou wel goed een opvolger kunnen worden. Ze moeten goed samenspelen en goed luisteren naar coach. Ja, en dan moet het wel goed komen. En de toeschouwers moeten wat beetje gedijst houden. Niet het Feyenoordstadion bestormen met fakkels en zo. Je hebt corona, dus afstand houden. Dit week weer Hamza. Tot dus. Tot dus.